Nou, dan zit je echt te hopen op iets goeds. En dan is het iets goeds en dan word je heel blij. Als iets slecht is, dan is het van, oh, nog een pakketje dan. Je kan hier bij de naar de winkel. Dan kan je naar de eigenlijk pakketjeswinkel. Dan kan je punten kopen voor verschillende prijzen. Eén pakketje, zoals hier bijvoorbeeld, is 1500 groene punten. En met die groene punten die kan je dus kopen. En een pakketje kost dan ongeveer 1,50 euro. En dan weet je niet wat je krijgt van tevoren? Nee, dat niet. En waarom doe je dat dan? Want je kunt het spel ook spelen zonder zo'n verrassingspakketje, toch? Maar het is leuker als je met z'n allen bijvoorbeeld gaat bellen en dan een pakketje gaat openen. Nou, dan worden we allemaal heel blij als we iets goeds hebben. En heb je er wel eens dat je niet iets goeds hebt in zo'n pakketje en dan dus maar nog een pakketje koopt? Ja, dat is wel verslavend, ja. Hoe merk je dat zo verslavend is? Nou, dan wil je gewoon iets goeds hebben, dus dan ga je de hele tijd door. En hoeveel geld heb je daar al aan uitgegeven? 50 euro. Maar ja, je bent 12. Ja? Dan is 50 euro best veel, denk ik, of niet? Ja, eigenlijk wel. Nou, ik vind het wel een goede manier om geld te verdienen als maker van het spel. Maar je moet het wel met je ouders overleggen als je ervoor gaat kopen. Dus... Doe je dat altijd? Overleggen met je ouders? Ja. Als jij iets koopt, betaal je het dan zelf? Nee, het staat op mijn vaders account.